Het is maandag 15 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Raadscommissie vergadert langdurig over nasleepverkiezingen in Rotterdam. Nog geen sporen van vermiste Millie Boele. Een legendarische Dordtse rockband na 38 jaar weer voor even bij elkaar. En het weer alvast, hier is Ed Aldus. Dinsdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het blijft overal droog. In de middag is het ongeveer 9 graden. Een clubje Rotterdamse gemeenteraadsleden is al een paar dagen in debat over de vraag of de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam geldig of ongeldig verklaard moet worden. Het gaat om de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven, die vandaag nog advies uit moet brengen aan de gemeenteraad. En die raad vergadert er morgen weer over en moet dan een knoop doorhakken. Aangeschoven is politiek verslaggever Ron van der Ree. Ron, we hebben vorige week de hertelling van de stemmen gehad. We hebben Abu Talab gehad, die heeft laten weten dat hij maatregelen gaat nemen naar aanleiding van de onregelmatigheden in de stembureaus. Wat is nou nu nog het probleem? Nou, die maatregelen die kunnen pas ingaan na 9 juni. En het gaat nu sec om de verkiezingen van 3 maart. En die commissie, bestaande uit gemeenteraadsleden, die zijn dus voor de wet verplicht om de gemeenteraad van Rotterdam te adviseren of alles goed verlopen is, dusdanig goed verlopen is, dat de uitslag geldig of ongeldig verklaard kan worden. En daar hangt in dit geval dus heel veel van af. Ja, en waarom duurt het dan zo lang voor ze eruit zijn? Nou, of er heel veel verschil van mening is, dat weet ik niet. Ze zitten op het stadhuis, bijna opgesloten, niemand contact, lekt het ook niks uit. Maar wat ik wel weet, is dat er heel veel debat en discussie is. En bovendien is het ook nog eens zo, gemeenteraadsleden hebben van veel verstand, maar van de wet minder. Dus ja, daar lopen allerlei adviseurs in en uit. Want er ligt een stapel aan onregelmatigheden. En die moeten echt heel precies naast de kieswet gehouden worden. En hoe moet je dat interpreteren? En is het van het dusdanige zwaarte die in incidenten die plaats hebben gevonden, om te kunnen zeggen, ja, je moet het overdoen of het moet voor een deel over, dat kan ook nog natuurlijk. Dus ja, er moet eigenlijk besloten worden of er voor een deel nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden of niet, of zelfs in Rotterdam, zoals een aantal adviseurs adviseert, helemaal overnieuw gestemd zou moeten worden. Ja. Ja, daar moet je niet aan denken natuurlijk. Nee, precies. Ja, veel discussie dus, veel juridische haarkloverij. Kun je dan voorspellen wat de uitkomst gaat worden? Nou, ik kan het moeilijk voorspellen. Het is wel zo dat de stadhuislobby op volle toeren werkt, want niemand zit eigenlijk meer op nieuwe verkiezingen te wachten. Maar stel dat dat toch zou gebeuren, zou dat, om maar een voorbeeld te noemen, een hele andere uitslag nu alweer betekenen. Want politiek is zo langzamerhand een vluchtig instrument geworden. We hebben inmiddels Job Cohen. We weten ook dat heel Rotterdam nu weet dat het gaat om de Partij van de Arbeid en Leefbaar. Dus een aantal kleine partijen zou dan weer stemmen verliezen en die zou dan bijvoorbeeld naar de Partij van de Arbeid en Leefbaar gaan. En maar we gaan er voorlopig vanuit dat dat allemaal niet nodig is. Maar wat er wel uitkomt, dat weten we in de loop van de avond. Goed, en ze moeten haast maken daar op het stadhuis, want morgenochtend om 9 uur dan begint dus die vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. En hoe dat allemaal afloopt, ziet u in onze uitzending van morgen. Er is nog steeds geen spoor van Millie Boele. Het 12-jarige meisje uit Dordrecht verdween vorige week woensdag, kort nadat ze had gebeld met haar moeder. Ondanks de ruim 80 tips die er zijn binnengekomen, tast de politie nog steeds in het duister. Het is druk bij de familie Boele. Vrienden en familieleden komen naar het huis aan de Dordtse Schuilenburg om te praten, even bij elkaar te zijn. Iedereen is te emotioneel om vandaag voor de camera te verschijnen. Van Millie ontbreekt nog ieder spoor. Ook de rest van de buurt tast in het duister over de oorzaak van haar verdwijning. Want er worden verschillende verhalen, hè? Zoals, als ik vragen mag? Zelf weglopen, niet met niemand mee. Ja, die hoor ik vaak, van nou, die is gewoon weg. Ze was toch alleen in huis, dus is gewoon weg. Het gerucht dat Millie zelf is weggelopen na een ruzie met haar ouders is eerder door de familie al tegengesproken. De angst regeert in de wijk, zo vertelt deze buurvrouw. Uw kleinkinderen lopen normaal gesproken alleen naar huis? Ja, maar nou niet. Nee, sinds verleden week niet. Nee, durf ook niet. U bent er zelf ook banger door geworden? Ja, voor die meiden wel, tuurlijk. Millie verdween op 10 maart tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds, nadat ze rond 5:30 voor het laatst telefonisch contact met haar moeder had gehad. Ze vertelde haar moeder dat er een man voor de deur stond en dat ze even open ging doen. Vanaf dat moment is er niets meer van Millie vernomen. Wie de man was die aanbelde, is nog onbekend. En de familie van Millie is morgen te zien in het programma Opsporing Verzocht.
Feyenoord-fans zijn boos over de aangekondigde prijsverhoging van de seizoenskaarten. De prijs voor een kaart voor het nieuwe seizoen gaat gemiddeld met 24% omhoog. De goedkoopste wordt daardoor €249, de duurste bijna 500. De club zegt dat de prijsverhoging noodzakelijk is gezien de slechte financiële situatie van Feyenoord en hoopt op begrip van de supporters. Nou, ik hoop dat de supporters in heel Nederland, de Feyenoord supporters en zeker de supporters in Rotterdam daar toch iets genuanceerder naar zullen kijken. En dat ze zeggen, nou, als we de hele brochure die net afgelopen weekend gevallen is, als we die lezen, dat we Feyenoord kunnen begrijpen, dat we ook Feyenoord willen helpen. Ondanks dat het wanbeleid absoluut niet door de supporters komt, zoals ze het zelf zeggen. Precies, dat zeggen ze. Moeten wij nu bloeden voor dat wanbeleid van de afgelopen jaren? Nou ja, dat is niet. Het wordt van alle kanten gedaan. Hè? En dat probeer ik ook nogmaals te benadrukken. Het is niet alleen de seizoenkaartprijzen, maar ook de zakelijke prijzen van de zakelijke markt waar we hier boven staan, die gaat omhoog. We gaan ook met sponsors zijn we continu om tafel gegaan. Dat wij gewoon een cash-injectie nodig hebben. Dus ook bij de sponsors. En er wordt gelukkig ook meegedacht op allerlei manieren. Daar zijn ook de bedragen omhoog gegaan. De rechter in Rotterdam heeft de manege Hoek van Holland schuldig bevonden aan de dood van een kind. De manege moet een boete van €7500 betalen. De zesjarige Dickie den Arend kwam in maart 2007 om het leven toen hij verstrikt raakte in een stapmolen voor paarden. Vermoedelijk is de kleding van de jongen tussen de aandrijving geraakt, waardoor hij stikte. Volgens de rechter is de manege nalatig geweest. Met eenvoudige middelen had het apparaat beter afgeschermd kunnen worden. De rechter wees er ook op dat de manege een extra zorgplicht heeft, omdat er vaak jonge kinderen rondlopen. In Rotterdam-Delfshaven is rond 1:15 vanmiddag een vondeling aangetroffen op de Waaldijk. Een buurtbewoonster die afval weggooide, vond een meisje naast een vuilcontainer. Het netgeboren babytje was gewikkeld in een witgele handdoek. Het is een meisje met een getinte huidskleur dat de navelstreng nog had. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben bij of rond de vuilcontainer. Het kindje is naar een ziekenhuis gebracht en het is nog niet bekend of ze gezond is. Het standbeeld van Pim Fortuyn is verdwenen. Sinds 2002 stond het beeld van de vermoorde politicus in de voortuin van zijn voormalige woonhuis in Rotterdam. Maar de nieuwe bewoners van het huis hebben het zaterdag laten weghalen. Het beeld staat nu ergens in een geheime loods. Met het verdwijnen van het bronzen beeld zijn bijna alle herinneringen aan de politicus verdwenen. Maar of de oude buurtgenoten van Pim daar nou echt zo rouwig om zijn? Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Wat is er nieuw aan mijn uitzicht? U woont hier, dus als u dan die kant op kijkt, dan heeft u een nieuw uitzicht. Sinds wanneer? Sinds zaterdagochtend, zaterdagmiddag. Nou, ik heb er nog niks nieuws ontdekt. En heeft u al naar buiten gekeken in deze dagen? Er is me niets bijzonders opgevallen. Ja, ik weet echt niet meer. Die bomen, die mast, die staat er al een tijdje. Ze zijn daar een dak bezig, zie ik. U heeft nog één kans. Is iets met de bomen veranderd? Niemand valt het eigenlijk echt op. Het standbeeld van Pim is verdwenen. Een beeld dat mogelijk richting Italië vertrekt naar de vroegere vakantiewoning van Fortuyn, omdat er in Rotterdam mogelijk geen plek meer voor is. De mensen die wel doorhebben dat Pim is verdwenen, interesseert het geen zier. Ja, het boeit me eigenlijk niet, weet je. Daarom. Ik geef geen fuck om die man, weet je. Hij is gewoon dood. Laat die man rusten, weet je. Hij was helemaal niet uit onze service. Hij was in zijn eigen service. Maar ik vond het wel een beetje wrang hoe het werd weggetakeld, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wrang, want waarom? Nou, het zag er zo sneu uit, zo'n Pim wiebelend in een kraantje. Tja, en zo komt er een treurig einde aan het Pim-tijdperk aan het GW Burgerplein. Het beeld zal niet terugkeren. Zeker niet in een van de tuinen van de buren. Misschien moet u het opkopen en in uw eigen tuin zetten. Is dat een idee? Ja, dat is een idee, maar dat zie ik niet zitten. Nee, maar wij zijn niet zo fan van hem. Nee. Op de Maasvlakte is vandaag het grootste tijdelijke hotel van Nederland geopend. Hotel At Work is gebouwd om havenwerkers te huisvesten die werken op de Maasvlakte. Het hotel moet zo de filedruk op de A15 verminderen en ervoor zorgen dat buitenlandse werknemers dicht bij hun werk wonen.
Dit is de tweepersoonskamer. Uiteraard twee bedden met linnengoed. Twee kasten. Elke gast heeft zijn eigen kast. Optioneel eventueel een koelkast als men dat wenst. TV, standaard op de kamer. Eventueel internetaansluiting is te verkrijgen. De eerste 3 van de in totaal 13 gebouwen zijn klaar. En daarom is Hotel At Work vanaf vandaag officieel open. Na de zomer moet het hotel plaats bieden aan 1500 havenwerkers. En volgens het havenbedrijf Rotterdam is deze grote capaciteit hard nodig. In wezen gaat de crisis voorbij aan het westelijke gedeelte van de haven. Er wordt hier van tussen de 8 en de 10 miljard wordt hier geïnvesteerd. We hebben berekend dat hier ongeveer 8000 contractors, bouwvakkers, komen te werken de komende periode. Werknemers uit onder andere Italië, Duitsland en Polen kunnen hier gedurende een korte of lange periode overnachten. En er lijkt voldoende animo, want nu al zijn er voor 700 man reserveringen binnen. Voor de overwegend mannelijke hotelgasten zijn wel duidelijke regels om overlast te voorkomen. Zo wordt er in de bar geen sterke drank verkocht en moet eventueel vrouwelijk bezoek zich netjes melden bij de receptie. Die escort service, dat is hier geen... Nee, dat is geen optie. Nee. En door de bezoekersregeling proberen we dat, de pasjesregeling proberen we dat te ondervangen. Het hotel staat er waarschijnlijk tot 2015. Maar er zijn nu al plannen voor een vervolg. Op dit moment is men bezig om Maasvlakte 2 bouwrijp te maken. En wij verwachten dat daar over een jaar of 5 ook heel veel bouwprojecten weer gaan starten. Dus we willen dan na 5 jaar het gebouw of het hotel verplaatsen naar Maasvlakte 2. Natuurliefhebbers die niet in één dag alle flora en fauna van de Maasvlakte kunnen bekijken, hebben pech. Overnachten in Hotel At Work is alleen bedoeld voor havenwerkers. En morgen ziet u in onze uitzending hoe het is om in het hotel te verblijven. De leerlingen van de VMBO van het Noordrand College in Rotterdam hadden vandaag een andere les dan normaal op maandag. Ze konden in debat met burgemeester Abu Taleb. Het thema van het gesprek was samenleven, maar het ging er ook om de jongeren te leren dat je veel kan bereiken als je er wat voor doet. Abu Taleb zelf geldt daarbij als het schoolvoorbeeld. Hij klom op van Marokkaanse jongen met een LTS-diploma tot burgemeester van een grote stad. De jongeren van het Noordrand College zijn de afgelopen weken klaargestoomd om deel te nemen aan de debatten. Ze hebben speciale lessen gevolgd om te leren discussiëren. De vragen waarover gediscussieerd wordt gaan over integratie en samenleven. Dat je ook met hun mee kunt meenemen en uitleggen wie de personen zijn in de stemming. De lessen vallen onder het project Nederland maak je samen en wordt op verschillende scholen in Nederland aangeboden. Het debatteren is een vorm van communiceren en ik denk dat we gewoon vooral ver kunnen komen door middel van praten. En het debatteren is ook een kunst, sport. Daar leren we ook hoe we met elkaar kunnen praten zonder ons emotie te laten, hun vrije gang te laten lopen. Het is niet voor niets dat burgemeester Abu Taleb is uitgenodigd als speciale gast. Hij is zelf ooit begonnen op het VMBO, toen nog LTS geheten, en hij is toch mooi maar burgemeester geworden. Nou, het is denk ik wel heel belangrijk voor deze jongeren om te zien dat iemand met mijn achtergrond, die in het onderwijs ook heel laag is begonnen, die heel lang heeft moeten klimmen ook in het onderwijs, dat die burgemeester van Rotterdam kan worden. En om te laten zien ook aan deze kinderen, als je op deze leeftijd bezig bent met een VMBO-opleiding, ben je niet echt kansloos. Je kan een heel eind komen in je leven als je bereid bent te gaan voor je passie en te gaan voor hetgeen waar je in gelooft. Het feit dat je geboren bent voor een dubbeltje betekent nog niet dat je niet echt een euro kwartje kan worden. De winnares van het debat krijgt als prijs een dagje stage op het stadhuis met burgemeester Abu Taleb. Demissionair minister Rauwvoet van Jeugd en Gezin heeft vandaag 4,5 miljoen euro toegezegd om te investeren in Generation R. Dit project van het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis volgt kinderen in hun ontwikkeling. In de eerste fase van het onderzoek werden 10.000 kinderen van 5 jaar onder de loep genomen. Nu zullen kinderen van 9 worden onderzocht. Een van de belangrijkste doelen van Generation R is het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen. Je gaat naar een nieuwe fase toe, je staat aan de rand van de puberteit, zeg maar. Dus dat levert nieuwe vragen op. Daar zijn de deskundigen hiervoor bij uitstek geschikt. Maar je weet wel dat je bij kinderen van 9 jaar hele andere vragen, andere situatie, andere effect op de gezondheidsontwikkeling krijgt als bij 5-jarigen. Rauwvoet meldde verder nog dat ook de volgende minister voor Jeugd en Gezin dit onderzoek zal blijven steunen. Ja, Generation R bestaat sinds eind 2001 en het onderzoek loopt nog door totdat de kinderen 20 jaar zijn.
Even een vraag aan Dordtenaren die de 50 gepasseerd zijn. Was u rond uw 20ste bekend met de band Cosmic Dealer? Vast wel. Ze bestonden van 1968 tot eind 1972 en traden onder andere op in het Wantijpark. En misschien liep u daar dan wel knetterstoond rond, dansend op de psychedelische rock van de band. Afgelopen zaterdag traden ze na 38 jaar voor het eerst weer op. En Suzanne Mulder was bij deze bijzondere avond in het Dolhuis in Dordrecht. Uitstrijders van het Dordtse popfront wordt Cosmic Dealer wel genoemd. Naast twee singles, The Scene en Head in the Clouds, verscheen een LP, Crystallization. Een titel die de lading dekt voor de progressieve, psychedelische rock die ze ten gehore brachten. Het veelal Dordtse publiek liet zich gaan op de klanken van de band. Een geestverruimende joint werd daarbij niet afgeslagen. En vanavond, zaterdagavond, treden ze voor het eerst weer op in de originele bezetting na 38 jaar. Dus het woord anekdotes vertellen weet ik zeker. Volgens logische, biologische processen worden jongens mannen. Maar zet Frans, Jan, Angelo, Ad en Kees samen en het zijn gewoon weer de jongens van toen. Tijdens de soundcheck gaan we even terug in de tijd. Er werd wel eens een jointje gerookt in die tijd, meen ik me te herinneren. Ja, je zat natuurlijk met The Doors, met bands in de hele San Francisco, psychedelic sound, de flower power, de hippies, dat was allemaal in opkomst. En wij vonden dat wel heel erg aardig om daar ook eens in te experimenteren. En dat deden we dus ook volop. Cosmic Dealer heeft geen wereldsuccessen behaald, dus toch is een gaaf exemplaar van hun LP Crystallization tussen de 5 en de 800 euro waard. Jammer voor sommige bandleden. Die hebben we verkocht door de bladenbus. Hij leverde 400 euro. Ik heb hem weggegeven en ik weet niet meer. Ik weet echt niet aan wie en wanneer. Met twee singles en een LP op de plank werd de band uitgenodigd voor een optreden van 20 minuten bij het populaire televisieprogramma Campus. Toch bleef een doorbraak uit. Dat ging niet goed, dat optreden. En ik denk dat dat een soort keerpunt is geweest. Als het optreden heel goed was gegaan, dan had het waarschijnlijk heel anders uitgepakt. Dat denk ik wel. Ja. Wat ging er niet goed? Nou, de avond ervoor ging het eigenlijk ook niet goed. Ja, dat was jij. Een roodharige schone. En ja, daar heb je de hele nacht over gedaan. En toen de andere dag was hij niet helemaal fris meer. En toen was die tv-opname de andere dag. Ja. Dus jij hebt eigenlijk jullie doorbraak verziekt, Frans. Nou, eigenlijk. Ja. Ja, ik zei, we hebben die avond ervoor zijn we flink de keer gegaan. Toen hoorde ik uit vier monden, jij. Het moment van het optreden nadert. De fans van toen verzamelen zich. Ja, brullen. Ja, heerlijk. Lekker bubbels in je hoofd. Geweldig. Ja, super. Blijf bij mij bovenaan staan. Psychedelica. Het was het andere geluid, het nieuwe geluid. En een einde van een andere stoffige christelijke mentaliteit van alles. Dus het is een vleugje van zeg maar de nieuwe vrijheid. En dit is waar het om ging tussen 1968 en 1972. En vanavond nog één keer. En ja hoor, good old times are back again. De cirkel is rond. Vang je de mannen op met een biertje, missen we Jan weer. En zo is dat dus gewoon gegaan met de Cosmic Dealer. En daarom is het nooit wat geworden. Concentreer je nou een keer, Jan. Ik kom eigenlijk weer, maar dat heb ik al uitgelegd. Oh ja, dat is waar. Jongens, proost. Ja, tot slot van deze uitzending het weer. Ed, voorspelt u lenteachtige temperaturen? We kunnen terugkijken op een hele aardige dag, want lange tijd bleef het gewoon droog.
De zon kwam nog geregeld tevoorschijn, zoals hier bij de Vlaardingse Vissersbank. Een echt typisch Hollandse foto. En u ziet het natuurlijk, logisch, die bomen zijn allemaal nog kaal. Maar ik denk toch de komende tijd dat heel voorzichtig aan alles een klein beetje gaat uitlopen. Want de temperaturen gaan de komende dagen toch flink omhoog. Nou, vandaag ook al temperaturen in de dubbele cijfers. Bij mij in Barendrecht bijvoorbeeld toch ruim 10 graden op de thermometerbuis. Vanavond en vannacht hebben we eerst te maken met enige tijd regen. Vannacht is het dan droog, blijft wel bewolkt, dat wel. Temperaturen dan een graad of 4, 5. En aan zee staat eerst nog een vrij krachtige wind, windkracht 5, uit het westen. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag, ziet er gewoon goed uit. Ik denk dat u het kan vergelijken met het weerbeeld van maandagochtend. De dag begint weliswaar bewolkt, maar in de loop van de dag ook af en toe een zonnetje. 9, misschien lokaal wel al 10 graden. En er staat niet zo gek veel wind. Nou, woensdag ziet er uitstekend uit. Geregeld de zon erbij. Overal droog. Een temperatuur van 12 graden. En daar komt-ie. Eindelijk, het wordt lente. 15 graden donderdag. Geregeld zon. Ja, zit u in de zon en uit de wind, is het een heerlijke dag gewoon. En dat bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Het lijkt me verstandig om het hierbij te houden, want weerbeeld daarna ziet er minder florissant uit. Zo, dit was Rijnmond Nieuws van maandag 15 maart. Zometeen in de sport met Leon Boele, onder meer een kerstverse speler van de week. De eerste namen van toplopers voor de Rotterdam Marathon en het korfbal van PKC en Detels. En meer nieuws vindt u natuurlijk op onze website rijnmond.nl. Blijf vooral kijken. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.